Heb jij ook last van een uitpuilende mailbox en het gevoel dat je altijd geconnecteerd moet zijn met je werkmail? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld te veel prestatiecultuur of een structureel te hoge werkdruk. Maar ook onze slechte gewoontes en het verslavende element van e-mail speelt natuurlijk een rol. En bovendien, e-mail is een fantastisch medium en heel gemakkelijk in gebruik. En daardoor gaan we het natuurlijk veel te vaak inzetten als communicatiekanaal. Maar het is niet altijd het meest geschikte communicatiekanaal of touchpoint. Vandaar, wees je meer bewust van je e-mailgebruik en kijk eens of er geen betere alternatieven zijn. En ik ga je 5 vuistregels geven. Ten eerste, vermijd eindeloze e-mailconversaties of e-mailmeetings. Je kan beter kort samenzitten of een Skype-call houden en dan de beslissingen op mail zetten, bulletsgewijs en doorsturen. Ten tweede, vermijd pingpongmails. Als je meer dan 3 of 4 e-mails nodig hebt om tot bepaalde afspraken te komen, dan kan je beter gewoon bellen. Ten derde, je kan beter een gestructureerd of gecentraliseerd platform gebruiken om samen te werken. En zo'n collaboratietool zal je efficiëntie ook doen stijgen. En zo vermijd je ook om verschillende versies van een bepaald document in je mailbox te krijgen. Ten vierde, wacht 24 uur op zijn minst vooraleer je een reminder e-mail uitstuurt of een reminder telefoontje pleegt of een reminder sms stuurt. Iedereen heeft de druk en iedereen heeft zijn eigen prioriteiten. En last but not least, gebruik geen e-mail voor urgente boodschappen. Bijvoorbeeld een e-mail of een meeting liever annuleren een uur voordat deze moet doorgaan. Dat zet natuurlijk druk bij iedereen om die mailbox constant in de gaten te houden. Dus gebruik daar sms voor, WhatsApp voor, de telefoon voor. Ik daag je uit. Heb jij het lef om het hier met je collega's over te hebben? Om het te hebben over wanneer wel en wanneer niet e-mailen? Heb jij het lef om een bepaalde collega te attenderen op een meer geschikte touchpoint? Veel succes!